Al in de 14e eeuw wordt er in een oorkonde melding gemaakt van een hofstede ter Braak in Mallem. En het is bekend dat hier vele generaties ter Braak hebben gewoond. Het was een familie van artsen, notarissen en bankiers. Op 26 januari 1902 werd een paar kilometer verderop, in Eibergen, Menno ter Braak geboren. Als oudste zoon in een doktersgezin. Zijn vader was plattelandsarts. Van hem was bekend dat hij zich alleen liet betalen door patiënten die dat ook echt konden. Ook zijn moeder was erg sociaal bewogen en dit heeft ongetwijfeld grote invloed gehad op de karaktervorming van Menno, alhoewel hij in het algemeen weinig verwantschap voelde met het gewone volk. Het huis van de Ter Braaks stond in de schaduw van de Nederlands Hervormde Kerk. Hun achtertuin liep door tot aan de Berkel. Later verhuisden ze naar een nieuw huis, dat gebouwd was naast het oude. Het oude huis werd in 1975 door brand verwoest. 2 jaar later is het afgebroken en heeft toen, hoe treffend, plaatsgemaakt voor de gemeentelijke bibliotheek. Zo raakte Eibergen haar belangrijkste herinnering aan Ter Braak kwijt. Wat bleef, is de naam van een school en een straat. Op de openbare dorpsschool was Menno een beetje een buitenstaander. Hier schreef hij zijn eerste opstellen, toneelstukjes en gedichten. Menno had een bijzondere band met het pand waar nu het museum De Scheper is gevestigd. Hier woonde zijn tante Betsy en hij speelde er met zijn neef en nichtjes. Later liet tante Betsy ter Braak haar huis na aan de Eibergse gemeenschap met de opdracht er een culturele bestemming aan te geven. Nadat Menno 2 jaar op de Uro in Winterswijk had gezeten, ging hij naar het gymnasium in Tiel. Hij logeerde daar bij zijn oom en tante. Tijdens zijn vakanties was Menno veel in Eibergen, ook later. Hij was zelfs van plan er te zijner tijd te gaan rentenieren. Hij hield van het dorp en was goede maatjes met zijn buurman, meester Leppink, die hem tekenles gaf. Op 15-jarige leeftijd tekende hij deze plattegrond van Eibergen. Menno roeide graag op de Berkel of ging er zwemmen. En vele uren bracht hij door op de privé-tennisbaan van Prakke, waar in het koepeltje feestjes werden georganiseerd die tot diep in de nacht duurden. Als de maan opkwam, pakte hij zijn viool en speelde zachte, sentimentele wijsjes. Hij was gek op dansen, toneel en muziek. En menigmaal klonk vanuit het oudershuis zijn boogie-woogie over de Berkel. In 1921 verhuisde Ter Braak naar Amsterdam, waar hij Nederlands en geschiedenis ging studeren en waar zijn literaire leven begon. Hij promoveerde op een proefschrift over de middeleeuwse Duitse keizer Otto III. Voor het schrijven van dit proefschrift moest hij naar Berlijn. Hier kwam hij in aanraking met het nationaalsocialisme dat hij daarna ging verafschuwen. Er werd over hem verteld dat hij tegen het winkelmeisje van boekhandel Heinen had gezegd dat de heer Heinen zijn snorretje moest afscheren omdat hij zo op Hitler leek. In 1925 kreeg hij een relatie met een vriendin van zijn moeder, de 11 jaar oudere Jo Planten Koch uit Neede. Ze was een doktersvrouw die het met haar huwelijk niet zo had getroffen. Bij nacht en ontij ging hij naar Neede om haar te ontmoeten, vooral als haar man zijn patiënten bezocht. Uiteindelijk kon hij haar toch niet voor zich winnen, maar de vriendschap bleef. Later trouwde hij met de Zutphense domineesdochter Ant Faber. Menno Ter Braak was van grote nationale betekenis. Hij voelde zichzelf een politicus zonder partij. Hij richtte de Nederlandse Filmliga op en pleitte voor de film als zelfstandige kunstuiting. Hij was medeoprichter van het literaire tijdschrift Forum en kunstredacteur van Het Vaderland. Tot zijn oeuvre behoren een groot aantal essays, toneelstukken, brieven,
gedichten en 2 romans. In zijn boek Het Carnaval der Burgers beschrijft hij het eeuwige gevecht tussen het verlangen naar vrijheid en de noodzaak tot verbintenis. Hij hekelt de zelfgenoegzaamheid van de burger en iedere vorm van gebondenheid. Het was voor Te Braak een absolute voorwaarde vrij te kunnen leven en schrijven. Een beknotte vrijheid van onderzoek en meningsuiting als gevolg van het nationaalsocialisme kon hij niet verdragen. In 1934 richtte hij het Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen op. Hij trok fel van leer tegen Hitler en werd daardoor zelfs gedagvaard wegens belediging van een bevriend staatshoofd. Te Braak kwam op de zwarte lijst. Hij had kunnen onderduiken, maar dat was niks voor hem. Even heeft hij overwogen naar Zuid-Afrika of naar Engeland te emigreren, maar hij zou in een vreemd land niet kunnen schrijven. Toen de Duitsers op 14 mei 1940 Den Haag binnenvielen, maakte hij nog dezelfde avond met Siyankali een einde aan zijn leven. Hij was slechts 38 jaar. Menno Te Braak had een vooruitziende blik en uitgesproken ideeën die nog steeds actueel zijn. Met zijn dood verloor Nederland een groot cultuurfilosoof, criticus en schrijver.